werd vandaag de verbetering van het station gevierd. We hebben hier achter ons een nieuwe lift. Er zijn nieuwe trappen gekomen. Er zijn roltrappen gekomen. Dus dit station is een heel stuk toegankelijker geworden. Dat ik het gedaan heb voor alle mensen die gehandicapt zijn, ook die er gebruik van gaan maken. Ik bedoel, daarvoor heb ik het stoel gesprongen, het gesprongen, mijn voorwaarden, dat ik voor de mensen opkom. En niet alleen voor mij, maar gewoon voor heel Gouden, alle mensen op de hele wereld die komen naar Gouden. En die gewoon plezier ervan hebben. Vandaag staan we stil bij de feestelijke viering van de opening van de lift op station Gouda. Het station is vanuit het programma Toegankelijkheid stevig onder handen genomen. Verbreding van de trappen, roltrappen en er zijn een aantal liften gekomen. Reizigers, maar ook de gemeente is heel blij met dit initiatief van ProRail. Gouda is nu toegankelijk gemaakt middels liften, roltrappen, etc. Dat gaat op andere stations in Nederland ook gebeuren. Het streven is om in 2020 zoveel mogelijk stations te voorzien van deze voorzieningen.